Mobiele datakaartprinter in Kwamalasamutu. De Stichting Staatsziekenfonds Suriname heeft een mobiele datakaartprinter geïnstalleerd in het dorp Kwamalasamutu. Hiermee hoeven de burgers uit het dorp niet meer met het vliegtuig af te reizen naar Paramaribo om hun BASO-kaart te verlengen. De installatie van de printer vond 2 weken terug plaats in het dorp. Het belang is enorm, zegt SZF-directeur Rick Kromodiharjo. Gezien de hoge transportkosten om naar Paramaribo af te reizen om SZF-kaarten in orde te maken, is dit een grote tegemoetkoming voor de Zuiderlingen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.